wie hen op de hielen zit. Dit zijn de opstellingen nog eens met bij Oud-Heveren Leuven. Ja, wat mij betreft toch twee. Zo, dan bent u helemaal mee met de line-ups. En dan zijn we er helemaal klaar voor. De klok 20:45, kwart voor negen. En dan gaan we voetballen. Met een Kuba op de rechterkant. Het is wel uitkijken. In, wat was het? Een match of 32. En hij zit nu na 7 matchen al aan evenveel doelpunten. Dus dat is een perfect bewijs van die betere efficiëntie. De eerste shot in deze match. Na een minuutje spelen konden we ons spel helemaal bouwen rond onze spitsen. Rond Nikkelsen in eerste instantie. Die al anderhalf jaar bij ons was. Die veel goals heeft gemaakt. En dan nadien was er Vakun Bayo. Maar rond we eigenlijk ons spel konden. En dat heeft dus wel voor het nodige vertrouwen van de coach gezorgd. Mendil. De Marokkaan probeert voorbij in Kuba te gaan. Daar is hij Heijmans, goed weggedraaid en uitstekend tot bij Tjatjoua gespeeld. Knappe beweging van Daan Heijmans. Tjatjoua, man tegen man met Patrice, het gaat naar een Benza. En komt er dan een schot, Ilaïma Ritra tussendoor. Dit is geweldige voetbal van Charleroi en een prachtig doelpunt van de bezoekers. Daan Heijmans legt een vingertje op de mond, maar een fantastische aanval van de Carolo's. Die begrijpt het niet goed. Het begint bij Heijmans zelf, die wegdraait, misschien wat makkelijk dat hij dat mag doen, maar geeft hem dan mooi aan Tjatjoua. En dan gaat de combinatie verder. Een Benza, Ilaïma Ritra, Golizadeh. Ja, geweldig. Prachtig. Over 4-5 stations. En uiteindelijk makkelijk binnengelegd door Heijmans. 0-1 voor Charleroi na 13 minuten. Diepste jongens in Kuba vraagt de 1-2. Krijgt hem ook terug van een Benza. Maar Mendil met de sliding tackle. Mathieu Maartens. De twee aanvoerders met elkaar in duel. Ilaïma Ritra zelfs een kapiteinsband kwijtgespeeld op die manier. Ook een gele kaart intussen. Al 3 kaarten gekregen heeft. De meeste van het hele team. Zit een beetje in zijn speelstijl. Zorgan tot bij de doelman en zo Bager, die ja, werkt zichzelf in de problemen. Tombalverlies van Bager en Ntsingi, die probeert gelijk te maken, maar hij raakt niet voorbij Koffie. En er was ook gevlagd voor het buitenspel, maar je zag het gebeuren. Brijs bijzonder te spreken over het feit dat ze hem konden houden. Had je het hem wel gegund, zei hij. Ja. Achteraf wel makkelijk, maar het is een fantastische kerel om mee te werken. Zei Brijs ook nog. Kunnen we ons wel iets bij voorstellen, heel rustige jongen. Mathieu Maartens en Pletings. De Norre. Malinov in één tijd. Maartens probeert het met de hak, probeert het mooi te doen. En hier is Charleroi. Met Andreu, de centrale verdediger die oprukt. Wel, maar het gaat natuurlijk naar Golizadeh. Intussen aan de overkant de gelijkmaker. Mathieu Maartens. Die glipt ook daar door de buitenspelval. En de captain van het Heveren Leuven maakt er 1-1 van. Halverwege de eerste helft. De eerste echte mogelijkheid voor Leuven. De vorige werd afgevlacht. En zo Maartens. Hij vertrekt van heel ver eigenlijk. Het zou niet mogen gebeuren. Dat is niet goed verdedigd. En de vraag is ook, wat komt Hervé Koffie daar doen? Hij grijpt zich naar het hoofd. Kijk, het is riskant om tot daar te komen. Op die manier hoefde niet. En Maartens pikt hem goed uit de lucht. Pikt hem mee. Gaat voorbij Koffie. En duwt hem simpel binnen. Kuba. Kan hij de actie maken? Kan hij zeker voorbij Torsteinsson. De voorzet is niet onaardig, maar wordt weggekoopt door Pletings. Golizadeh met een mooie dribbel. Ntsingi. Man tegen man met Andreu Ntsingi. Ja, hij probeert het zelf te doen. Terwijl Torsteinsson toch was komen aansluiten, in de buurt was. Nou ja, ik begrijp hem ook wel. Hij deed het geweldig om die bal. 25 minuten ver. Golizadeh. Bal weggekoopt Pletings. En dan Benza. Nou, die is niet snel genoeg. Altamari is razendsnel in deze fase. Maar hij loopt wel met de bal over de lijn. Benza die toch het goede verdedigende werk ook nog deed. Torsteinsson geeft mee met Mendil. Mendil zag Ntsingi. Het
Oudrek voor Nicholson en Bayo. En dus Edward Still die realisme predikt op dat vlak. We hebben geen spits die er 25 gaat maken dit seizoen. Dat moeten we nu eenmaal aanvaarden. Ben Bouali en ook Badji. Ja, toch nog stappen zetten het komende half jaar. Zodat ze weer een referentie hebben voor hem. Hij heeft ook een neus voor de goal. Ook al is het geen pure diepe spits. Maritra, goed gedaan van de man uit Madagaskar. Golizade naar Kuba. Benza sluit bij, zoekt de 16 meter op, maar Kuba heeft daar nog werk voor de boeg. Hij staat er alleen voor. Het wordt een doeltrap. Hij heeft hem als laatste geraakt. Deze bal via Van Driessen, ja, uiteindelijk in de bal in het bezit liever van Charleroi. Moet je dan het spel stilleggen, dus niet zo makkelijk. Dat is misschien wel zelfs nog een tweede deviatie. Mendil, ja, die gaat door. Die gaat door en dan is het af en toe echt wel bijna man tegen man in dezelfde hoeveelheid dan achterin, bedoel ik, bij Charleroi. Maartens en Chachua. Goed uit de lucht gehaald, Mathieu Maartens. En dan ligt hij op de grond en bereikt hij toch nog Altamari. Het gaat goed over een weer en dan is er nu wel een mannetje weg achterin. Bij Charleroi, hier is Torsteinsson. Oog in oog met Bager, Torsteinsson legt hem achteruit. Ilay Maritra, opletten, Mendil. Ja. Hij slaagt er niet in om hem tussen de palen te krijgen, de Marokkaan. Hoog opgeschoten verdediger met veel potentieel geworden op zijn 21ste. We kijken naar Ilay Maritra. Golizade. Wat gaat hij doen, de Iranier? Ja, hij probeert de bal te plaatsen in de verste hoek, maar nee. Dat... Nou, een beetje te gemakkelijk balverlies nu van de linkerwinger. Hij probeert de bal dan te heroveren, maar het is hij, denk ik, die... Deel. Dat is een goed balletje richting het Singi. En Singi is er door. En Singi trapt en op de lat. Ja, die bal caprioleert. Ik denk via het been van Pessilé tegen de lat. Nog een plaatsbal uiteindelijk. In tweede instantie van Altamari. Goed balletje van Mendil. En dan geen offside. Uitstekende loopactie. Diepgang bij een Singi. En dan ja, de tackle nog van Pessilé. En zo denk ik dat de bal beroerd werd. Want daar leek een vreemde curve op te zitten. Hier gaan we dat beter zien, ja, inderdaad. Maar Koffie was wel bijna verslagen en Leu. Op de lat telt niet als een gecadreerde bal. Maar het was toch gevaarlijk. Chachua. Entertainende wedstrijd te kijken. Op die manier, ja, dit is geen cadeau voor Malinov. Koyokaru en zo balverlies bij Leuven. En Benza met een schot. Afgeblokt. 3 minuten tot de rust. Opnieuw een Benza. Het is een beetje een dribbelaar. En zo mocht hij volgens de gespecialiseerde websites. Maar hij heeft toch al mooie dingen laten zien in deze wedstrijd. Een paar goede passes verstuurd. Laatste minuut van de eerste helft. 1 tegen 1. Gekopt door Andreu. Krijgen we de corner nog? Nee, zegt Bram Van Driessen. Ja, oké. Okay. Beetje opvallend dat toch, want we hadden nog wel een paar seconden over. Maar goed, we gaan rusten. 20 minuten toch ook wel die Spaanse spits. Mario González, die op huurbasis hier voetbalt. Overgenomen van Braga in Portugal. We zijn er weer aan begonnen. Gezien het verleden ook altijd een affiche om te volgen. En wat krijgen we hier? Krijgen we een winnaar of krijgen we het eerste gelijkspel van Charleroi? Die hebben nog niet gelijk gespeeld. De man die in het verleden ook in Spanje voetbalde bij Malaga. Nsingi. Onder andere tegen Kortrijk. En ook tegen Anderlecht natuurlijk. Trefzeker. Die is kort. Patrice bijna zat hier tussen. Kennen
Kuba tegen Maartens aan. Maartens die dan op het juiste moment wegdraait. Ja, dit is een interessante pass van Casper de Noor. Net een tikkeltje te ver. Dat is hier polyvalent, de Noor. Opgeleid als offensieve middenvelder, maar ook als links, rechtsachter. Hier wordt onder andere bewaakt door een mannetje. Daar komt die vrije trap. Dit is ook weer ingestudeerd. Maartens! Oho, dat zag er lekker uit. Je weet het, Timmy zei het daarnet nog. De winst bij Union Berlin. Altamari, er is snelheid op links met Torsteinsson, maar die werd niet aangespeeld. Voorlopig komen de combinaties er op de helft van Charleroi minder goed uit nu bij Leuven. Benza. Heel weinig ruimte daar centraal. Benza die hier dan de bal eigenlijk inlevert bij Nsingi. En die wordt foutief tegen de grond gewerkt door Golizadeh. En wat is er gebeurd met Snel? Hier de overtreding. Daar komt hij. Golizadeh dichtbij zijn eerste goal hier aan de dreef. Maar ja, we snappen wel waarom Brijs hem zet. Met zijn jonge, gretige benen en goesting. Holzhauser, iets minder jong. In de 16 meter zich vrijgemaakt en binnengetrapt. Snelle handelingen, technisch oké. Vrije trap met Holzhauser. Eerste paal en verlengt hem binnen. Ja, hij staat seconde op het veld. Mario González net na zijn invalbeurt. De spelhervatting. En het zijn de twee invallers samen die het doen. Holzhauser en González. Ja, net ingebracht door Mark Brijs. En ja, het is 2-1 voor Leuven. Dat is pas hier aan de eerste paal. Ja, het is knap gedaan. Hij steekt zijn been uit in de draai eigenlijk. Hij draait zich een beetje weg met zijn rug weg van de goal. Maar zo komt hij dus in een positie waar hij met zijn rechter binnen kan duwen. Via de handen nog wel van Hervé. Daar ben je als coach heel erg blij mee. Met een dubbele wissel op die manier. Die ballen uitmuntend kan klaarleggen. Deed hij zo net ook bij het doelpunt. Altamari. Altamari te laag. En tegen Heijmans aan. Chachua. Stilaan gaan we toch naar driekwart van die wedstrijd. Opletten hier. Die mag Koyokaru pakken. Dat was zeker niet de intentie. Holzhauser die meteen de ballen opeist. Zeker een conclusie die je nu al mag trekken. Na 22 minuten voetballen na de rust. Vorig seizoen zevende geëindigd, was er ook een vooruitblik naar de komende 10 jaar en ze willen vooral een prijs winnen. Een beker als het kan. Daar snakt de stad en de club wel naar een keer een trofee. Dus de beker heeft wel prioriteit. Paas zomaar in de voeten van Holzhauser, maar die verliest ook de bal aan Bager. Golizadeh vindt hier in één tijd afgewerkt een Kuba. Een miljoen of 6-7 extra kunnen opleveren, hebben ze becijferd. Naar aanleiding van die toekomstvisie. Intussen de Mexican Wave door het stadion. Wat op het veld gebeurt, niet zoveel meer. Momenteel dus dan maken ze maar plezier in de tribune. Die van Charleroi, die slaan het even over. Die hebben daar geen zin in. Deze tussenstand. Goed van Malinov. Ah, nog net op tijd de tackle van Zorgan. Geregeld stevige overtredingen. Hier is de paas van Zorgan. Dat is een goede. Heijmans gaat neer. Heijmans gaat neer. En wat krijgen we dan? Helemaal niets. Rug. Hier. Zeker geen buitenspel. En dan. Ja, nee. Dat lijkt me te weinig. Mendil. Ja. Ja,
ik denk dat Van Driessen intussen toch gaan kijken is naar het scherm, hoor. Bram Van Driessen heeft toch het sein gekregen. Wou de bal ontzetten. Dat lukte niet en hij raakte Daan Heijmans. En wat is het resultaat? Penalty. Ja, ja. Heijmans was door een wesp gestoken, plots naar de grond. Jasper Vergoten heeft hem hier uiteindelijk naar het scherm laten komen. En wat krijgen we dan? Nog een kaart ook. Als ze het positieve gevoel van de zege tegen Gent willen doortrekken, mogen ze hier niet verliezen. Daar komt hij, de aanloop van Ilay Maritra. Hij trapt hem lekker in de kruising. Niet de minste zweem van twijfel bij de kapitein van de Carolo's. Prins Heerlijk in de linkerbovenhoek en het staat 2-2. Maar deze penalty is geen probleem voor Ilay Maritra. Heel erg knap getrapt. Een meer open wedstrijd in het algemeen. Meer kansen en nog een interessante slotfase. Maartens brengt voor en daar is de goal, denk ik. Nee, ho-ho-ho. De redding van Hervé Koffie. Holtzhauser was er zo dichtbij. Zag hem er ook al in, denk ik. Maartens, uitstekende center. Hij staat er een moederziel alleen, de Oostenrijker. Maar nog een ultieme reflex van Hervé Koffie. Hij kopt hem na die eerste paal weg uit de rug van Bessilé. Die wel nog net op tijd terug is voor die hoekschop uiteindelijk. Maartens, spelbepalend. Ook vandaag met zijn doelpunt, met zo net bijna over de hele wedstrijd bekeken, heeft Leuven meer mogelijkheden gehad. Toch betere mogelijkheden, zo zal ik het zeggen. We herinneren ons die bal op de lat nog van in de eerste helft. Heijmans, ja, dat is hoog. Maar dat was toch wel meteen te zien dat hij wel al een min of meer afgewerkt product was. Meteen vlot meedraaiend in de Jupiler Pro League bij Ben Bouali. Hij riskeert het wat langer te duren. Zo kwam die penalty tot stand. En Kuba, die weer oprecht te vinden is. Hier tussendoor de Norre bereikt. Holtzhauser. De Norre geeft hem mee. Dit is goed gevoetbald. Dit is geweldig gevoetbald. En González, die maakt zijn tweede van de match als invaller. Mario González. En zo lijkt Oud-Heverlee Leuven toch nog af te stevenen op de overwinning. 5 minuten voor het einde. Kan Brijs toch weer glimlachen. En dan begint het bij Holtzhauser. De Norre doet het ook goed. En dan moet je kijken naar Mario González, die eigenlijk vrij makkelijk kan weglopen bij Bager. Iets te makkelijk. Bager die reageert nogal traag. En zo is het de assist voor de ingevallen Ouedraogo. En buitenkant voet, dat moet je met gevoel doen, dat is zeker. Maar het is ook niet zo moeilijk. Maar zijn tweede goal, Mario González. En Kuba eraf. Een paar minuten voor tijd. Hossein Zadeh staat tussen de lijnen. Amir Hossein Zadeh. 21-jarige middenvelder. Ook hij kwam eigenlijk rechtstreeks over uit de competitie van zijn land. Iran dus in dit geval. Esteghlal, waar speelde hij? Wat gebeurt er daar langs de lijn? Welke kaart komt er uit de zak van Van Driessen? Heel de bank van Leuven weer recht. Ilay Maritra aan het discussiëren. En Leuven al bij al verdient ook wel een overwinning. Hier is Hossein Zadeh. Hossein Zadeh, hij ziet op de rechterkant de schot lopen. En die tikt hem meteen terug. En ook wel wat hinder zo lijkt. Gaat niet super vlot naar de kant. Hoeveel minuten komen erbij? 5. Dus Charleroi heeft nog een kleine 300 seconden. Dit wordt zowat het laatste moment waarop Charleroi iets kan forceren. Maar Ouedraogo zit ertussen en dan Holtzhauser knalt hem nog eens naar voren. Kijk eens naar González. Ja, hij heeft als troef snelheid en is als eerste bij de bal. Laatste keer Charleroi, maar deze bal wordt onderschept. En zo maakt Van Driessen een einde aan deze wedstrijd. En is het een ontlading van je welste aan de dreef liever.